Sien van der Zanden, we zijn hier vanavond in Woluwe. De Genk Ladies kwamen op bezoek. Hoe ging het vanavond? Ik denk dat de eerste helft een beetje moeizamer was. Maar ik denk dat we wel de controle over de match goed hebben behouden. En ja, ik denk wel een verdiende overwinning. Ja, belangrijk was denk ik dat eerste doelpunt van Lindsay van Bellen. Ja, inderdaad. Ik denk dat er een paar kansen al waren voor ons, maar ze gingen er nog net niet in. Dus ja, dat doelpunt voor de rust was wel fijn om je met een voorsprong de rust in te gaan. Ja, en dan tweede helft. Jullie doen verder en dan is er een fase met die penalty. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, ik weet het zelf niet goed. Ik denk een rode kaart. Ik weet niet, penalty en rode kaart. Ik ken de regels, de nieuwe regels wel, maar ja, dat was een beetje chaos. Maar uiteindelijk ging de penalty erin, dus dat is voor ons het belangrijkste. Ja, jullie winnen hier met 0-4. Dat is een mooie score. Vroeger was dat wel eens moeilijker, hè, om hier zoveel te winnen. Ja, inderdaad. Ik denk dat we hier in het verleden wel hebben afgezien altijd. En ja, dat is wel eens fijn om met een mooie overwinning hier af te sluiten. Ja, want het was nodig, denk ik. Want jullie hadden vorige week tegen Club Wajalei toch wel verrassend verloren, denk ik. Dat was niet gepland, denk ik, hè? Nee, zeker niet. Ik denk dat we altijd voor de winst gaan. En ja, ik weet niet. Ik denk dat we vorige week zeker een punt hadden verdiend. Maar ja, natuurlijk, zoveel golen mogen er niet vallen. Dus ja, dat is aan ons om dan nu terug op te pakken. Ja, jullie zijn vertrokken voor dit seizoen nu. Ja, dat hopen we. Oké, ik dank je, proficiat. Dank je wel.